De formerende partijen BBB, PVV, VVD en NSC willen 200 miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep. Maar is dat terecht? Bij Verstraatpraat vragen het op de markt in Schagen. Dat vind ik zonde. Dat moeten ze niet doen. Echt niet. Ja, slecht. Rap. Dat vind ik echt heel slecht. Rap. Het is gewoon censuur. Maar anders is het niet. Gewoon pure censuur. Ik ben gek van de publieke omroep. Geen reclames, geen geneuzel, gewoon en Omroep Max, hè, daar vallen wij in die categorie. Ik weet het wel hoe het komt, hè. Ja, PVV enzovoort. Dus niet bezuinigen op de publieke omroep, nee. Er is de laatste jaren enorm veel stijging geweest van de onkosten en dergelijke. Vroeger betaalden we luister- en kijkgeld, we weten niet meer wat er binnenkomt daar. Belachelijk. Ik hou zo van de publieke omroep, dus het is ook eigen belang. Nou, er moet wel bezuinigd worden, maar moet er 200 miljoen zijn? Maar ik vind het zo niet goed, publieke omroep, met wel heel andere programma's en de commerciële. Dus je zou kunnen denken van 3 netten naar 2 netten, want ze moeten wel blijven, vind ik. Ze hebben hele leuke programma's. Dus ja, ik vind het, zou het heel erg vinden, dus ik hoop dat het niet doorgaat. En het moet niet zo zijn dat alles naar de commerciële gaat, want daar worden we helemaal niet vrolijk van. Ik geloof wel dat ze heel erg veel geld krijgen, hè? Ik geloof, nee? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik heb geen idee eigenlijk. Dat dacht ik wel, dat ze heel erg veel geld kregen en dat er wat vanaf gaat. Ja, verder weet ik het ook niet. Iedereen die moet bezuinigen altijd. Nou, dat is natuurlijk een waardeloos verhaal. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Er zijn heel veel mensen die gewoon liever de publieke omroep hebben als dat ze die RTL en dat soort dingen. Het is meer gemeenschapsgeld natuurlijk, hè. En ja, ze kennen nooit de commerciële partijen, want er komen zoveel reclamegeld daar binnen. Ik bedoel, daar worden, zoals RTL 8 en 7, er worden alleen maar herhalingen gegeven van films die al 20, 30 jaar oud zijn. Ik denk wel spreken dat we het weer terug moeten dan hetzelfde geld, maar dan met 2. En dat wordt dan hier bezuinigd, maar dat weet ik ook wel, dat is natuurlijk allemaal reclame. Die worden groot gehouden met de reclame. Maar ja, goed, ik ben er niet zo'n voorstander van. We winnen het toch nooit van die reclame. Als we nog 2 zenders hebben, kunnen ze daar meer geld aan besteden. En dan kunnen ze veel betere programma's maken. Maar ja, goed, het is natuurlijk allemaal afwachten wat dat gaat worden daar. Want ze zijn nu al dik een half jaar bij je aan het vergaderen en weglopen en terugkomen. We kunnen de kranten lezen, we kunnen teletexten kunnen lezen. Dus om informatie te krijgen, is zoveel bronnen. Nee, je moet het dus echt een zender hebben waar vertier op komt. Ik vind het verschrikkelijk. We worden steeds al bezuinigd en we worden steeds meer bezuinigd. En daar hebben de mensen wel een beetje behoefte aan. Vooral de ouderen hoor. En sport. Heel belangrijk en goed. Laat ze daar eens een keer mee ophouden. Ik ben het er niet mee eens. Zo, dat is nogal wat. Daar heb ik geen notie van. Nou ja, goed. Als het nodig is, is het nodig. Maar ik denk dat het niet hoeft. Oh, god, dat moet je mij niet vragen, joh. We zijn hier op vakantie vanuit Zeeland. Dus ik ben in vakantiestemming. Want er zijn nog veel meer andere dingen waar ze het ook kunnen bezuinigen. Waar wij niks van zien. Ja. Die miljoenen die naar het buitenland gaan. Ja, tuurlijk. Dat ze erop willen bezuinigen, dat is toch niet goed. Het is niet voor niets publiek. Die miljoenen naar hulp gaan naar verdere landen. Waar we nooit iets van zien. Geen idee. Geen mening over. Geen mening. Ik heb niks te zeggen. Ik beslis het niet. Maar ik ben er wel voor dat we zelf zoveel mogelijk in ons eigen land zien. Hè? Ja, dat vind ik helemaal fout. Foute boel. Ik ben voor publieke omroep. Beetje lastig voor de mensen van de publieke omroep. Ja. En niet voor al die andere vreselijke omroepen. Dus, ik vind het erg. Nou, jammer. Jammer. Ik zou nu anders niet weten.